Focus op de stand van zaken. Het bezoek van minister-president Mark Rutte van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Republiek Suriname is een duidelijk signaal dat de hernieuwde relatie tussen beide landen als zeer belangrijk wordt geacht. In feite wordt het signaal gegeven direct na ons aantreden als een nieuwe regering, ruim 2 jaar geleden, in een telefonisch gesprek, welk ik gehad heb met premier Rutte, hebben we duidelijk aangegeven, namelijk dat we een andere samenwerkingsrelatie willen, een hernieuwde samenwerkingsrelatie. Maar in het gesprek kon je direct merken dat er een chemie was van de twee leiders begrepen het. De twee leiders konden elkaar aanspreken met Mark en Chan. En de twee leiders begrepen, namelijk dat ze een verantwoordelijkheid hebben om de samenwerkingsrelatie weer te doen brengen naar het niveau waar de betrekkingen op alle niveaus goed geregeld zijn, sterk zijn ontwikkeld. En in feite is direct daarna alles in een heel snel tempo uitgevoerd. De ambassadeurs zijn benoemd, ministers zijn gegaan, handelsmissies zijn geweest, Makandra-projecten zijn geïnitieerd. En toen kwam die piekperiode in die COVID. En daar zie je Nederland ook op ons verzoek inkomen met enorm veel steun, enorm veel bijstand, personele bijstand. En als je dit allemaal in een tijd van 2 jaar ziet gebeuren, dan is het bezoek van premier Rutte aan Suriname op zijn plaats. Dat er zoveel is gebeurd en dat het, het hoogste bezoek als regeringsleider komt op het moment waar wij als land ook uit die diepe crisis uitkruipen. En dat het nu goed is om met hem nu zaken te gaan doen over de stabilisatiefase, over de groeifase. Kortom, zijn aanwezigheid geeft ook aan namelijk dat de relaties verbeterd zijn, versterkt zijn, verbreed zijn, verdiept zijn. Aan de andere kant, het vertrouwen is terug. Vergeet niet, voor premier Rutte hebben ook andere staatshoofden hier gehad, hebben ook andere ministers gehad uit Amerika. Het vertrouwen dat in feite verloren was in internationale samenwerking is terug. En daar zie je ook de bijzondere rol die ook premier Rutte vervuld heeft in het kader ook van onze financiële crisisherstel. En zijn betrokkenheid ook naar het IMF-programma, waarbij hij zeker ook invloeden vanuit Nederland en vanuit zijn positie gehad heeft om die ondersteuning te krijgen naar Suriname toe. Het vertrouwen op het gebied van internationale samenwerking is terug. Maar hoe heeft de relatie tussen Suriname en Nederland zich ontwikkeld vanaf het bezoek van president Santokki aan premier Rutte vorig jaar? Ik denk dat het eerste wat moest gebeuren, herstel van de samenwerking op politiek niveau. En dat is gebeurd met ons gesprek, dat is gebeurd met ons commitment. Dat is ook gebeurd met de aanstelling van twee ambassadeurs van Nederland hier in Suriname en van Suriname in Nederland. Maar dat is ook gebeurd door mijn bezoek aan Nederland, wat ik vorig jaar heb gebracht, waarbij tal van zaken besproken zijn op verschillende niveaus. En dat je ook ontvangen wordt door de koning van Nederland. En die koning is ook door mij uitgenodigd om Suriname te bezoeken. En nu, namelijk dat de premier hier komt, moet je zien, namelijk als een soort ook bevestiging dat de samenwerking op alle niveaus goed geregeld is. En er zijn nog issues die nog verder besproken moeten worden. Het zal een ongoing proces zijn om die samenwerkingsrelatie verder te verbreden en te versterken. En die zaken zijn ook opgenomen op de agenda tijdens zijn bezoek hier. Wat bespreekt u in het bilateraal en evaluerend onderhoud? Ja, er zijn verschillende soorten van besprekingen. Je hebt een persoonlijk gesprek waarbij de minister van Buitenlandse Zaken ook aanzit.
Je hebt dan ook een werkbespreking waarbij ook meerdere ministers en deskundigen ook aanzitten, waarbij de agenda van tevoren is vastgesteld. Dan heb je ook momenten waarbij je alleen als twee leiders bij elkaar zit om zaken te bespreken. En natuurlijk zullen we al deze momenten aangrijpen om die zaken te bespreken die in het belang zijn van ons land, die in het belang zijn van een hechte samenwerking tussen beide landen. Er zullen issues zijn die, waarover nog overleg gevoerd zal moeten worden. Er zijn Surinaamse issues, maar er zijn ook issues van onze diaspora daar, die daar niet opgelost zijn. Dus nu is het, onze president moet het nu op agenda brengen met premier Rutte. Maar kortom, het gaat enerzijds om de samenwerking die al geïnitieerd is naar verschillende sectoren. Dat we even goed naar kijken hoe dat verloopt. Waar moet er verbeterd worden? Waar moet het anders? Waar moet het verruimd worden? Er zijn issues die heel hoog op de agenda staan van ons. Zeker van mij als president. En dat is namelijk het aantrekken van investeringen vanuit Nederland. We hebben ook issues die te maken hebben met onze veiligheidssector. Issues die te maken hebben met onze gezondheidssector. Issues die te maken hebben met onze financiële crisis, maar ook issues te maken hebben met onze onderwijssector. Die ga ik zeker heel hoog op de agenda plaatsen om daar in die gebieden die samenwerking te intensiveren. En natuurlijk zijn er issues die belangrijk zijn ook voor de samenleving, zoals aan ieder wil visumvrij reizen naar Europa toe. Dat is al geïnitieerd. Daar gaan we nog een keertje die ondersteuning vragen, omdat het niet alleen Nederland is die daarover beslist, maar het is de Europese Commissie die daarover gaat. Maar Nederland heeft een stem. We hebben ook al eerder gesprek gehad met Frankrijk en België, die ook al hun ondersteuning toegezegd hebben. Maar er zijn nieuwe uitdagingen. Denk aan die oil en gas. Er zijn nieuwe uitdagingen. Denk aan de climate change. En de klimaatverandering met als impact de bedreiging die we als land hebben, als een laagliggend land met een lage kustlijn. Nou, wat doen we ermee? Nederland is ook een land dat heel laag ligt onder de zeespiegel. En ze hebben enorm veel kennis en ervaring de afgelopen jaren ontwikkeld. Daar is in ieder geval een ruimte om samen te werken. We zijn wel begonnen met die natuur die ons moet beschermen, die parwa en magroven met inzet van professor Nijpauw. Ook dat gaan we laten zien. Maar dat wil niet zeggen dat we naar een nog grotere en duurzame structurele oplossing zouden kunnen gaan in de vorm van bescherming van ons grondgebied met ook dijken en dammen waar Nederland heel goed is. We hebben ook bijstand gehad in het kader van overlast. En in de climate change moet je ervan uitgaan dat het dit probleem zich vaker zal herhalen van watersnood en wateroverlast. Nederland heeft enorm veel expertise ontwikkeld op het gebied van waterhuishouding. Daar kunnen we samenwerken. Maar daar is die oorlog. Met zoveel negatieve impact in de wereld, wat enorm zwaar in feite drukt op die samenleving. Niet alleen hier, maar overal ter wereld, ook in de Nederlandse samenleving. Maar die oorlog creëert ook kansen op het gebied van de agrarische sector voor voedselzekerheid, maar ook op het gebied van oil en gas, vooral gas. Dus daar zijn zaken die waarover we ook moeten kunnen praten. Als het gaat om vraagstukken die zich voltrekken in de wereld, dus daar moet je ook rekenen houden. We gaan niet alleen zaken bespreken die te maken hebben met twee maatschappijen en twee landen. Nee, leiders praten ook over zaken die zich internationaal voltrekken. En wat onze positie gezamenlijk zou kunnen zijn in multilaterale instituten. Wat zal onze standpunten moeten zijn als het gaat om vraagstukken die te maken hebben met crisis in de wereld. Zult u ook in de hoedanigheid van CARICOM-voorzitter ook regionale vraagstukken met premier Rutte bespreken? Bijzonder belangrijk is als CARICOM-voorzitter om ook de premier uit te leggen dat het investeren in Suriname niet alleen betekent dat investeerders alleen voordelen gaan hebben in Suriname of voordelen gaan hebben in Nederland uit die investeren. Een investering in Suriname betekent ook een investering voor de CARICOM. En dat investeerders gebruik kunnen maken van ook de CARICOM als regionale organisatie. En zeker ben ik CARICOM voorzitter,
die altijd ook in een andere hoedanigheid, al ben je geen voorzitter van CARICOM, met een andere hoedanigheid als lid van CARICOM, altijd zal blijven stimuleren. Namelijk dat die markt open moet gaan in CARICOM, dat die barrières weg moeten gaan. Tweede is namelijk dat we ook koninkrijksdelen hebben in de Caribische regio. Denk aan de overzeese koninkrijksdelen daar, Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten. En die zullen ook associate members worden van CARICOM. En ik zou dat graag ook tijdens mijn voorzitterschap willen realiseren. Dat zal ook besproken moeten worden. Maar als je in de hoedanigheid van CARICOM praat, dan gaat het ook om regionale vraagstukken. Er is een samenwerking tussen CARICOM en de Europese Unie, waar Nederland lid is. En we hebben een nauwe samenwerking tussen CARICOM en de Europese Unie. Aan de andere kant zijn er ook investeerders van Nederland, die ook in CARICOM landen investeren. Kortom, voldoende onderwerpen om ook vanuit CARICOM perspectief bespreekbaar te maken. Er was kort geleden een Nederlandse parlementaire delegatie in Suriname op bezoek om zich te oriënteren in het koloniaal verleden. Er zijn ook organisaties in Suriname die excuses en herstelbetalingen eisen van de Nederlandse overheid. Praat de president hierover met de Nederlandse premier? Wij hebben als Suriname ons gecommitteerd om met CARICOM een standpunt in te nemen. Tweede is namelijk dat we voorstander zijn dat dit vraagstuk niet bilateraal besproken wordt, maar dat ook regionaal met regio's en regio's besproken wordt, met Europese regio, met Caribische regio, met ook Afrikaanse regio, met ook Aziatische regio. Het moet breder besproken worden. Aan de andere kant is het belangrijk namelijk dat als er issues leven in gemeenschappen die een historische oorsprong hebben, en in die historie liggen er nog issues die pijnlijk zijn, dan denk ik dat het belangrijk is dat daarover gesproken wordt. En het vraagstuk van koloniaal verleden zal een generatie overschrijdend vraagstuk zijn. Het is ergens begonnen, maar er zullen steeds nieuwe generaties komen. En waarbij je wel gaat merken dat zowel generatie als aan de zijde van de kolonisator, maar ook nakomelingen van slaven, inheemsen, contractarbeiders, die wel gaan begrijpen dat datgene wat daar gebeurd is, besproken moet worden. En dat hebben we gezien met de parlementaire delegatie van Nederland, Tweede Kamerlid, jong team, heel wat jonge parlementariërs, die wel durven om dit vraagstuk bespreekbaar te maken. En naarmate dit zich verder ontwikkelt, zal er een moment daar zijn dat alle landen gaan beseffen dat er een moment zal moeten komen om heel serieus ernaar te kijken. En dan moeten de landen inkomen als land, als regio, met die voorzieningen waarvoor dan ook er een stukje genoegdoening zal zijn in de landen waar het vraagstuk met name speelt van slavernijverleden, van koloniaal verleden, van herstelbetalingen, van compensatie. En ik ga ervan uit dat dat moment niet ver zal zijn de komende periode, dat heel wat landen gaan beseffen dat ze moeten inkomen. En hoe zou de president van de Republiek Suriname de relatie met het Koninkrijk der Nederlanden willen beschrijven? De relatie toen de ambassadeur van Suriname naar Nederland ging, nadat hij door mij beëdigd was, heb ik in een gesprek één ding wel tegen hem gezegd. Die functies van ambassadeurs van Suriname en Nederland, en van Nederland-Suriname, is altijd een van de moeilijkste. En ik keek zo verbaasd naar me. Hij zei, weet u waarom? Omdat u daar als ambassadeur gaat zitten en gaat zien dat onder u stichtingen samenwerken, private bedrijven met elkaar samenwerken, gemeenschapsorganisaties met elkaar samenwerken, diaspora werkzaam met Surinaamse gebieden, pakketten. Je gaat totaal geen controle meer hebben. Ben je ambassadeur in een heel ander land, dan loopt alles via de ambassadeur. Het is een uitdaging. En hiermee geef ik ook aan, namelijk datgene wat u vraagt. Daar moet je als ambassadeur meer coördinerend, monitoren zijn, processen goed begeleiden. Omdat er al een gemeenschap tot gemeenschap samenwerking bestaat. En dat uit zich door tal van sociaal-maatschappelijke projecten die uitgevoerd worden. Dat uit zich door tal van trainingsprojecten
donorprojecten, hulpprogramma's die komen. Maar ook bedrijven die met Surinaamse bedrijven samenwerken. Dus private sector samenwerking is er. Dan kom je verder op het niveau van die financiële crisis. Ja, laten we dat ook zeggen vandaag. Bij elke financiële crisis, en het is de eerste keer dat we in een financiële crisis zitten, heeft de diaspora gemeenschap ons geholpen. Die pakkettendiensten zijn gekomen. De transporten zijn gekomen. Mensen zijn goederen gaan kopen. Sturen voor de familie hier zo. Allemaal soms in tijden toen er niet eens een politieke samenwerking was. Dat geeft aan de kracht van samenwerking tussen beide landen. Waarbij de samenlevingen in feite die samenwerkingsrelatie altijd onderhouden hebben. Wat we nu doen als twee politieke leiders, we tillen het naar het hoogste politiek niveau. En waarbij we de politieke samenwerking versterken, de diplomatieke samenwerkingsrelatie versterken, maar ook daarbij aangeven dat de samenwerking verbreed wordt naar alle sectoren. En dat wij als twee leiders faciliterend moeten zijn naar onze samenlevingen. Waarbij het lijkt dat het twee verschillende samenlevingen zijn, maar we hebben zeker één deel van die samenleving, die mijn samenleving is en ook zijn samenleving is. Nou, daar is er een behoorlijk bron van kennis, een behoorlijke bron van personen die als ambassadeurs kunnen fungeren, een behoorlijke bron van mensen die invloed uitoefenen op de politiek aan beide kanten. En dat we gezamenlijk goed beleid kunnen ontwikkelen door facilitair te zijn als twee regeringen. Om optimaal gebruik te maken van die kennis en expertise vanuit die groep. Maar tegelijkertijd zeggen we dat die samenwerking breder moet naar de totale samenleving. En ik als president verwelkom. De samenwerking, de investeerders, de investment die we wachten, de diaspora gemeenschap die ik altijd blijf uitnodigen. Kom ons ondersteunen, maar houdt u rekening ook met de Surinaamse realiteit en blijf betrokken. En ik denk dat met het bezoek we dit nogmaals kunnen bevestigen en dat we na het bezoek misschien een verdere verbreding van die samenwerking gaan merken. De samenwerking tussen Suriname en Nederland is een historisch beladen. Ja? Anderen zeggen, we hebben een rijk verleden. Ik zeg, het verleden ligt daar. En als ik daarnaar kijk, zullen er inderdaad heel wat pijnlijke momenten zijn die ik daar terugzie in het verleden. Waar ik misschien niet veel aan kan doen, maar ik kan wel een prachtige toekomst gaan ontwikkelen op basis van goede samenwerking met die twee landen, met die twee gemeenschappen en samen proberen die pijn die er is goed aan te pakken, maar gaan voor die toekomst en zorg dragen dat we lering trekken uit het verleden en datgene wat misgegaan is nooit meer zal moeten gebeuren en dat wij als leiders ook garant moeten staan dat in de toekomst dat nooit meer zal gebeuren. Maar nogmaals, laten we als twee volwassen landen de samenwerking ontwikkelen. Laten we als twee volwassen maatschappijen naar die samenleving kijken. En laten wij ook alles wat emotioneel is terzijde schuiven en nuchter op een rationele wijze alle vraagstukken bespreken. Focus op de stand van zaken.